Dag iedereen, welkom in deze Tip of the Week video. Ik ben Tom van de Talent Academy en ik ga jullie vandaag iets laten zien in After Effects. En meer bepaald het oriënteren van een object langs een motion pad. Ik ga dat direct samen aan de hand van een voorbeeld laten zien. Kijk, ik heb hier deze raket eigenlijk geanimeerd op onze positie en daardoor krijg ik een motion pad. Dus mijn raketje beweegt langs dat pad. Tot daar gaat dat wel. Maar natuurlijk, dat raketje gaat niet altijd in dezelfde richting blijven kijken. Die zou natuurlijk dat pad moeten volgen. Nu, je zou kunnen zeggen, oké, ik kan dat roteren. Zo, dat dat langs mijn pad loopt. Maar natuurlijk, dan heb ik hier nog altijd het probleem dat dat niet volgt. Ik zou dat eventueel kunnen animeren door mijn rotatie te gaan keyframen tot hier ongeveer zo wat draaien, maar je ziet dat al direct veel moeilijker. Dat gaat mij veel tijd kosten. Dat gaat zeker niet perfect zijn, want je ziet dat dat hier al begint te driften, dus dat is niet de bedoeling. Dus gaan we dat op een andere manier doen. Dus ik ga deze eventjes verwijderen. Ik ga dit even terug op nul zetten. En we gaan dat op een andere manier doen. Nu, dat zit een klein beetje verborgen in After Effects. Maar er is eigenlijk een heel simpele manier om dit op te lossen. Dus ik ga mijn laag selecteren. Ik ga naar Layer. Dan Transform. En dan helemaal onderaan staat Auto Orient. Als ik daarop klik, dan krijg ik... Staat hier, dat is mijn scherm. Ik ga het hierbij halen. Dit menuutje te zien. Daar heb ik maar twee opties. Oftewel zet ik het uit, oftewel zet ik het aan. Dus ik ga hier zeggen Orient Along Path. En als ik dat ga doen, nu ik moet eerst op oké klikken voordat je iets zal zien. Als ik zeg oké, dan ga je zien dat hij nu eigenlijk mijn pad volgt. Nu gaan we zien, het staat nog niet volledig juist. Het staat 90 graden verkeerd gedraaid. Maar hij volgt wel al de richting van het pad. Dus het enige dat ik nu nog moet doen, is ervoor zorgen dat ik die 90 graden draai, zodat die gelijk loopt in de richting van dat pad. En nu kan ik het raketje eigenlijk gewoon het pad laten volgen. Het voordeel is ook dat ik nu nog altijd mijn pad kan gaan aanpassen. Ik ga een beetje moeten uitzoomen voor aan mijn hendels te kunnen. Dus ik kan mijn pad hier gaan aanpassen. Zo. En mijn raketje zal nog altijd mooi het pad volgen, gelijk hoe dat ik mijn pad nu ook ga bewegen. Voilà, dit was een heel korte tip, maar het zit een klein beetje verborgen in After Effects, terwijl het toch een vrij essentiële functie is. En bij deze, als je het nog niet wist, weet je het nu en kan je ermee aan de slag. Voilà, ik was Tom van de Talent Academy en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Tot dan!